vandaag een grootse handing-over-ceremonie van FAO SAMAP bij het ministerie van LVV. We zijn er wel eens vaker geweest bij SAMAP-projecten. SAMAP die doet er toch heel veel in Suriname wanneer het aankomt op het gebied van de landbouw. Vandaag hebben dan de small grants en de large grants dan hun spullen ontvangen. Dat gebeurde dan na de speeches. Zo hebben we dan gehad de minister van LVV, Pralaat Zuidin. We voeren nu naar het volgende verslag met beelden van Raj Mahango. We hebben nu een momentum omdat, en laten we eerlijk zijn met elkaar, de prijzen heel erg goed zitten van landbouwproducten. Wie is er niet mee eens? Wie is er niet mee eens dat de prijzen op dit moment goed zitten? Ik zie geen enkele vinger, dus dat, we zijn met elkaar eens. Dit komt omdat er heel wat zaken zich afspelen in de wereld, waar er een voedseltekort is op dit moment. En de FAO heeft berekend dat bijna 1 miljard mensen op dit moment een tekort aan voedsel hebben. Ik wil niet zeggen dat ze honger hebben, maar ze hebben een tekort aan voedsel en voedingsstoffen. En wij zijn degenen die daarin moeten voldoen, die aan die vraag moeten voldoen. En dat met u voornamelijk, omdat de overheid daarbij slechts een faciliterende rol heeft en u bent degene die moet produceren en al die producten op de markt brengen conform de regelgeving welke er is, omdat die eisen ook alleen maar strenger worden in de wereld. Je moet voldoen aan zoveel criteria en het gaat ook strenger worden. Maar u heeft ons daarbij als ministerie om u te ondersteunen met raad en daad, met voorlichting, maar ook het project SAMAP, dat is een initiatief is geweest van het ministerie van LVV. En we lopen al haast tegen het eind van dit project aan. Het zal dit jaar eindigen. We hebben het met een jaar verlengd. Omdat we wat vertraging hadden met COVID. Maar ik ben blij te zien van hoe zaken nu zo vlot lopen. Maar ik zie ook allemaal blije gezichten. Blije gezichten ook omdat u kijkt aan tegen een stukje ontwikkeling. Modernisering van de agrarische sector. Waar we altijd van gedroomd hadden. En de heer Erik heeft eerder aangehaald. We hebben allemaal nu te maken met het fenomeen van een tekort aan arbeiders. Maar hier ligt de oplossing. We gaan moeten mechaniseren. We gaan nu tools moeten gebruiken. Apparatuur moeten gebruiken. Welke ons beter gaat laten produceren. Maar vooral ook goedkoper gaat laten produceren. Bij de handwerkers zit er niet bij. Ik heb laatst mogen meemaken dat je, ik weet of het met deze drone kan, dat je het kan instellen. Je weet, 's avonds waait het minder. Je stelt het in, je gaat slapen. Hij wordt wakker, je stelt de tijd in. Hij doet zijn werk, hij komt weer. En hij slaapt ook gewoon door samen met jou. Maar het werk is al gedaan. Dus mensen, technologie, de ontwikkeling van de technologie moeten we niet onderschatten. Het gaat hard. En wij allemaal, wij moeten meegroeien met het geheel. We hebben ter ondersteuning van u allen vorig jaar het NOVA-fonds goedgekeurd ter financiering van uw bedrijfsactiviteiten tegen betaalbare rente, 5,5%. En u moet niet denken dat al die 5,5% naar de bank toe gaat. Nee, de Amanabank, welke zo'n fonds beheert, neemt slechts 1% en 4,5% gaat terug naar zo'n fonds, omdat zo'n fonds ook verder moet groeien. Dus, en we hebben tot nu toe al 100 miljoen gezet in zo'n fonds. Dit jaar heb ik weer op een begroting een 90 miljoen SAD, dat ook in zo'n fonds zal gaan. Dit fonds wordt revolveren, dat geld komt weer terug, maar aan de andere kant zullen wij van de overheid zo'n fonds blijven versterken. Dat op een gegeven moment en ieder die een aanvraag indient en al de eisen voldoet, ook in aanmerking kan komen voor zo'n financiering. Sorry voor mijn stem, want het is oververmoeid. Mensen, maar we gaan verder. We stoppen niet allemaal bij de financiering.
U heeft meegemaakt de afgelopen 2 jaren hoe heel wat boeren onder water waren gelopen. Vanwege klimaatverandering. En dat gaat niet stoppen, dat gaat doorgaan. Dus wat dat betreft, we konden op dat moment niks doen, omdat alles binnen een paar dagen onder water was. Niet alleen de kuststrook, maar ook wat verder binnenland. Boeren hebben schade geleden. We hebben ook al heel wat uitkeringen gedaan, maar ik heb begrepen dat een aantal boeren nog steeds zijn die het nog niet hebben gehad. Als er gevallen zijn, dan hoor ik het graag. Geef die op bij LTV, dan zullen we het nagaan waarom die betalingen nog niet hebben plaatsgevonden. Ik heb het ook in DNA bekendgemaakt. Dus als er gevallen zijn, dan hoor ik het. Mensen, als je te maken hebt met zo'n ramp, tot nu toe kijk ik in ieder naar Lanti, en ieder kijkt naar LVV, LVV doet niks. Maar we werken nu serieus aan, zoals we dat noemen, crop insurance. U kunt u zelf gaan verzekeren bij zo'n verzekeringsmaatschappij. En een aantal landen in het Caribisch gebied hebben het al, wij hebben het nog niet. Ik heb nu een team aan het werk en u kunt u zelf gaan verzekeren. Mocht er weer zo'n calamiteit zich voordoen, dan wordt u uitgekeerd vanuit zo'n pot. Maar wat ook gaat gebeuren, als je zo'n crop insurance hebt, dan gaat de rente bij de bank ook lager. Omdat het risico voor de bank dan ook minder wordt. Waardoor zij wel de ruimte hebben om een lagere rente te charge bij u. Weer een stap verder. We werken nu aan een waarborgfonds. Van mocht er een calamiteit zijn van een groot aard, van een zware aard, dat wij zo'n waarborgfonds kunnen aanspreken. U ziet allemaal maatregelen die we treffen om u steeds meer te faciliteren dat u uw werk naar behoren kunt doen, want u moet produceren. En uw productie hebben we nodig voor de lokale voedselvoorziening, maar u ook, u merkt het aan die koersstijging, ook voor de nodige exporten. En de wereldmarkt is open op dit moment, vandaar dat wereldwijd de prijzen omhoog gaan. Dus wij kunnen volop produceren, en zowel voor de lokale markt als voor de export. Maar we gaan ook een paar eisen stellen bij u allen. Om te kunnen voldoen aan al deze maatregelen die we treffen, gaat u ook een stukje huiswerk moeten maken. En een van de zaken, dan kijk ik meer ook richting directeur ROS, is waterschappen. Een waterschap is belangrijk, omdat u wilt gegarandeerd zijn van uw productie en niet onder water lopen. Als wij werken aan die waterschappen, dan betaalt u misschien een fractie van de kosten of de verliezen die u zou leiden per maand of per jaar aan zo'n waterschap, misschien een paar honderd SAD. Maar als het hele gebied en alle perceelhouders dat betalen, en ze gaan moeten betalen, want er is een wet daarop, iedereen, alle perceelhouders gaan moeten betalen, dan bent u verzekerd van een goede waterhuishouding. Ik ben Usha Ganpat. Als kind ben ik opgegroeid met landbouw en veeteelt. Dus ik heb altijd al ben ik met planten bezig geweest. 3 jaar terug, toen COVID uitbrak, toen ben ik fulltime begonnen met landbouw. En mijn doel was om mijn economische weerbaarheid te vergroten. Dus toen ben ik begonnen in Saramaka. Op een gegeven moment heb ik notitie genomen van SAMAP. En ik ben toen, ik heb toen de nodige informatie verzameld en ik heb een projectvoorstel ingediend. Belangrijk bij dat projectvoorstel was om aan te geven wat je huidige situatie nu is en wat je verwacht. Dus wat de verwachte situatie wordt. Nadat het projectvoorstel was ingediend, volgde dus de beoordelingsfase. Tijdens de beoordelingsfase is er een veldoriëntatie geweest en daar hebben ze weer benadrukt hoe belangrijk het is
hoe je je situatie wil veranderen. De administratie is heel erg belangrijk daar. Dus na die beoordelingsfase is toen is het positief beoordeeld. En dat heeft geresulteerd dat we een overeenkomst hebben getekend. Ik heb nadat de overeenkomst getekend was, bij het projectvoorstel is aangegeven, heb ik aangegeven wat het doel was, waarom ik in de landbouw ben gegaan. En het doel was dus om mijn economische weerbaarheid, om er beter van te worden. Vandaag zijn we hier om onze equipment in ontvangst te nemen. Ik ben heel erg blij, omdat ik weet dat ik met de equipment die ik krijg, sowieso mijn productie kan verhogen. Ik kan het werk vergemakkelijken. Want arbeid is een heel erg groot probleem op dit moment. Dus mijn arbeid kan makkelijker dan nu. Mijn productie kan ik verhogen. En dat gaat natuurlijk resulteren dat ik een hogere uitkomst krijg. Ik wil bij deze namens de mensen die een grant ontvangen hebben, wil ik LVV in de eerste plaats en SAMAP ook heel hartelijk bedanken. Dit soort initiatieven die vind ik heel erg prijzenswaardig, want het stimuleert ons. Het geeft je een push, weet je, een duwtje in de rug om vooruit te komen in het leven en om financieel sterker te worden.